Individualisering en digitalisering. Zo, dat zijn even twee woorden. Maar het zijn ook twee woorden die twee ontwikkelingen beschrijven. die in Nederland vanaf 1990 echt wel hebben plaatsgevonden. en waar we allemaal mee te maken hebben. waar we allemaal onderdeel van zijn. Nou, daar gaan we nu eens even naar kijken. We beginnen met die individualisering. Want die wordt uh, vanaf de jaren 80 en zeker ook de jaren 90 steeds verder versterkt. En uh, ja, wat houdt dat begrip eigenlijk in precies? Nou ja, dat, dat, dat iedereen steeds meer uh, zichzelf. Zelf kan zijn, zijn eigen dingen gaan doen, zichzelf als individu belangrijker vindt. Hè? Dus de groep wordt steeds minder belangrijk. En dat wordt dus versterkt door, nou, bijvoorbeeld die kleinere rol van de overheid, hè? want die uh, zei, zoals we al eerder zeiden. Uh, ja, je moet vooral zelfredzamer worden hè, als burger, je moet het meer zelf uitzoeken, meer voor jezelf doen. Nou, ja, dan word je dus individualistischer van. Maar het komt ook door iets wat we al eerder hebben gezien, dat, dat die ontzuiling heeft plaatsgevonden. En die ontzuiling, dat is het gevolg van de zogenaamde secularisatie, oftewel ontkerkelijking. Steeds minder mensen in Nederland, wat van oorsprong een, een, een christelijk land is, uh, ja, steeds minder mensen, die, die gaan naar de kerk toe. En waarvoorheen dus meneer pastoren, bijvoorbeeld heel erg bepaalde wat, wat mensen moesten doen of denken, ja, trokken mensen zich daar nu minder van aan, gingen ze zich dus ook individualistischer opstellen. En als laatste zie je dat vanaf 1990, zeker ook de rol van de commercie, van bedrijven, dat die steeds groter wordt. Er wordt steeds meer reclame gemaakt, bijvoorbeeld zijn steeds meer verschillende producten. En uh, daardoor kunnen mensen steeds meer producten kopen die echt passen bij de eigen smaak en de eigen levenswijze. Waardoor je ook kunt laten zien. hey, dit ben ik, dit vind ik belangrijk, hier hou ik van. En dat is misschien wel heel anders dan wat andere mensen doen. Dus ze worden allemaal individualistischer. En dat is eigenlijk een ontwikkeling die nog steeds bezig is. Hè. Denk bijvoorbeeld ook aan, aan, aan YouTube of aan Netflix. Uh, vroeger, toen, toen ik jullie leeftijd had, hè, nou ben ik even een oude man. Uh, ja, dan, dan moest ik gewoon kijken wat er op tv was. En, en dan kon ik hoogstens een videoband huren bij de videotheek. Dat ik iets anders op kon zetten. Maar iedereen keek in principe hetzelfde. Maar nu, door YouTube, door Netflix en andere streamingplatforms. Ja, kan iedereen gewoon kijken wat hij zelf wil. Op het moment ook dat hij zelf wil. Dus, dus daar kun je ook echt individuele keuzes in maken. Dus we zien dat die individualisering nog steeds bezig is. En ja, nou noemde ik al YouTube en Netflix, en dat zijn weer gevolgen van de zogenaamde digitalisering van de samenleving. Wat is dat dan? Nou ja, dat de samenleving dus digitaler wordt, dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën. Oftewel, eerst waren, uh, was technologie was vaak mechanisch, hè, met, met, met bijvoorbeeld allerlei radertjes en tandwielen. En was ook analoog, hè, denk aan de klok met de wijzerplaat bijvoorbeeld. Um, wordt dat steeds vaker een digitale en een computertechnologie, om daar wat voorbeelden van te geven. Uh, ja, de, vroeger werd muziek gedraaid op, op, op platen van vinyl en er kwam er op een gegeven moment ook een cassettebandje. Maar dat, dat was analoog geluid allebei. Nou, en in de jaren tachtig, uh, toen kwam de cd heel erg opzetten. Werd uh, muziek ineens op een digitaal medium uh, geperst. En uh, tegenwoordig uh, ja, de luisteren we naar mp3's of luisteren we naar muziek via streamingdiensten zoals Spotify. En dan is muziek dus helemaal digitaal geworden. Dan, dan heb je niet eens meer, kun je het niet eens meer vastpakken. Een cd kon je in ieder geval nog vastpakken. En je ziet het bijvoorbeeld ook in de manier waarop wij uh, teksten schrijven. Hè? Dus, dus, dus uh, dat, dat deed je vroeger, deed je dat op een, een typemachine. En uh, daar moest je papier in doen. En dan werden die letters rechtstreeks op papier gedrukt. Ja, nu, als wij iets moeten typen, ja, dan doen we dat op onze telefoon of op onze laptop. En dat is dus ook gedigitaliseerd. Net zoals de manier waarop wij in informatie komen ook gedigitaliseerd is. Ik moest vroeger voor een werkstuk naar de bibliotheek toe. En uh, tegenwoordig zoek je de informatie zo op, bijvoorbeeld op Wikipedia. Dus ook dat is van analoog naar digitaal gegaan. Ja, zo zijn er nog veel meer voorbeelden van die digitalisering. En als we aan dit soort dingen denken, dan denken we ook aan allerlei nieuwe media. Dus, dus de, de internet is bijvoorbeeld echt een heel. Uh, ...belangrijke verandering geweest. Het World Wide Web, zoals we het kennen, wordt in 1989 uitgevonden. Ja, en, en zeker vanaf het einde van de jaren negentig... Ja, ...dan zie je dat steeds meer Nederlandse huishoudens internet krijgen. En dat zijn in het begin van de jaren negentig... ...zijn dat dan ook dit soort pagina's. Hè. Ilse was echt een heel populaire zoekmachine in die tijd. Dat is een combinatie van Google en nu.nl of zo... ...en Marktplaats misschien ook wel, als ik het nu weer voor me zie... Uh, maar ja, dat verandert wel de manier waarop we communiceren. We weten nu niet beter. Internet is er uh, voor ons gevoel altijd geweest, maar eigenlijk is het nog niet zo heel oud. En uh, de mobiele telefoon is er nog zo een. Uh, ik weet nog dat ik het heel raar vond dat bij ons op de middelbare school... de eerste jongen dat hij ineens met de mobiele telefoon rond ging lopen. En dachten wij, ja, wie moet hij daarmee bellen, want niemand heeft zo'n ding. We hadden allemaal nog een telefoonkaart in onze broekzak zitten... dat we naar de telefooncel moesten lopen. En ja, later werd dat ook nog een smartphone, Dan krijg je deze hele ontwikkeling die je bijvoorbeeld uh, ziet. Eerst worden ze steeds kleiner en later worden ze weer steeds slimmer. Ook zitten er steeds meer apps en dergelijke op. En dat verandert ook de manier waarop we communiceren, hè? Jullie doen dat via Snap en via WhatsApp en dergelijke. En ja, de sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld een Instagram en een Snapchat en zo, ja, die veranderen ook de manier waarop we met elkaar communiceren. En ja, hier zien we bijvoorbeeld dan een voorbeeld van eigenlijk het eerste echte sociale netwerk in Nederland dat echt werd doorgebroken, hives. Maar dat is ondertussen alweer jaren geleden dat dat is verdwenen. Zeg maar. En zoiets als Facebook was eerst heel groot. Ja, dat is nu ook weer veel kleiner geworden. En zo zal het waarschijnlijk met Instagram en Snapchat zal het ook gaan, TikTok. Dat zal, wordt groot en dat zal ook weer gaan verdwijnen. Er komt er weer iets nieuws voor in de plaats. En onze manier waarop wij communiceren, blijft dus iedere keer maar weer veranderen.